Mijn naam is Lars. Ik kom uit Pizzeria Freddy's. Wat smaakt jij lekker? Nou, ik ben een soort van dood, dus... Heel lekker. Nou, ik ben een entvrouw. De enten zijn op zoek naar hun vrouwen. En hier in de aarde zoeken de entvrouwen hun weg terug naar Middelaarde. Oh. En dat beeld ik dus uit. En dit? Dit is allemaal organza, allemaal geplooid, allemaal stuk voor stuk genaaid. Dus heel veel werk geweest. Ik ben nu eigenlijk Queen de Pompadour. Dus het was een hele zware strijd. Het was ook een close strijd. Het was 50-50. We waren met z'n drieën. We hebben er een feestje van gemaakt. We hopen dat we alle mensen geëntertaind hebben. Ik spreek namens alle drie de queenen. En het was hard werken, maar het is zeker waard. Ja. Ja. U kijkt naar het weer. Tussen alle regenbuien, alle sneeuwbuien en hagelbuien. De magie waar wij voor staan. Het werkt. Super. Nou, zoveel felicitaties, zoveel kusjes. En iedereen die een goed woordje voor ons heeft, krijgt natuurlijk de koninklijke kroon. Dan kan je zien dat je met mij in aanraking bent geweest. Dank u wel. Dus ik heb er heel veel gemaakt. Mooi. En Alien, ik moet zeggen, u ziet er weer fantastisch uit. Ik ben blij en vereerd dat u mij zelfs een kus wilde geven. Ja. Hallo Venetia. Hoi Geert. Hoe is het? Nou, het is heerlijk hier. Lekker in het zonnetje. Ja, nu wel. Deze vin is wel heel bijzonder. Kan je daar eens wat over vertellen? Die heb ik gemaakt in medische siliconen. Ja. En daar heb ik ongeveer 3 maanden aan bezig geweest. Ja. Dus het is echt schupperschup van basis. En wat zijn medicinale siliconen? Medische siliconen is siliconen waar je geen allergie van kunt krijgen. En is ook huid- en diervriendelijk. Dus eenmaal het hard is, ga ik ermee in het water zonder dat de vissen ervan doodgaan. En hoe maak je dat dan? Nou, met een mal. Ja. En daar giet je de siliconen in, die je eerst mixt met de kleur. En dan moet je dat wachten tot die uitgehard is. En dan, eenmaal dat je uit de mal hebt, dan moet je al die randjes bijknippen. Mm-hmm. En dan op een body dubbel kleven. Waar kunnen we jou in het water doen? Misschien binnenkort in het zwembad van het hotel waar we verblijven hier op Panamekon in juli. Spannend. Ja. Ik ga kijken. Oké. Hoe warm is dat nu in zo'n pak? Vooral als de zon erop schijnt. Super warm. Ja? Ja, ik heb al extra ventilatiegaten erin geraakt. Mm-hmm. Want anders dan, ga je wel neer. Hoe lang duurt het voordat je zo'n pak aan hebt? Een kwartier, 20 minuten. Zo lang nog? Ja. Je zit er niet mee in de auto met het masker op, met de kop erop. Nee. En dan zwaai je naar de mensen. Ik denk dat er veel ongelukken zouden gebeuren. Ik denk het ook wel, ja. Ik hoop je kan in peace. Nee, we zijn er in de buurt. We blijven. Because I'm prepared to defend this planet. You have been violating quite a few crime directives. Waait het vandaag hard of zo? Ja, dat is... Wat heb jij? Nee, slipgevaar. Ja, slipgevaar. Ja. Slipgevaar. Zijn er mensen uitgegleden dan? Ja. Oh. Maar de wind, waait het dan hier zo hard? Uitlaatgassen. Oh, uitlaatgassen. Van de mensen? Ja. Komt ja. Dat nou door het voedsel of komt dat door de kou? Ik denk voedsel. Ja, voedsel. Wat eten ze dan zo? Elf, jaar. Ja? Oh, godverdomme. Ziet er eng uit.
What the fuck, ik mis wat. Het valt mij allemaal nog reuze mee. Ik weet niet wat er straks natuurlijk in Arsen gebeurt, maar in principe we moesten bij de kostuumwedstrijd. Nou, dat was ontzettend leuk om daar even bij te zijn. En nou, je zit met heel veel andere juryleden, dus dat is allemaal geen probleem. En hier verder hebben we nog niet veel gedaan. Dus, en het defilé. Dus ja, gewoon ontzettend leuk om te doen. En ja, je kunt niks anders doen in de tussentijd, maar je doet het voor 11. Zo is het. Dank u wel, meisje.